Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 6 juli van Weerplaza. Er zijn vandaag grote verschillen in het land. Op de satellietfoto is dat al te zien. Wolkenvelden trekken over het noorden van het land. Lokaal kan daar wat lichte regen vallen. In het midden en zuiden breekt de zon geregeld door. Daardoor zijn er ook verschillen in de temperatuur. Vanmiddag wordt het hooguit 17 graden in het noorden. Wel zomers warm is het in het midden en zuiden van het land met 25 tot 27 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten windkracht 3 tot 5. Vanavond kan er in het midden van het land wat regen vallen. In het zuiden blijft het de hele dag droog. Morgen is het in het hele land iets frisser. Het wordt maximaal 17 in het noorden tot 22 in het zuiden. Verder is er een mix van zon en wolken. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen. Daarna hebben we frisse julidagen met middagshoogte 16 tot 20 graden. Het is vaak droog bij een mix van zon en wolken. Zeer lokaal is een enkele bui mogelijk. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.